Goedemorgen. Bijna 10 uur volgens mij. Vanmorgen om 8:30 zijn de ponies opgehaald. Want wij gaan op ponykamp. Yeah! We zullen even een tour doen door mijn autootje. Oh, even wachten, want anders valt het naar buiten. Hier is het walhalla van spullen. Dan moet ik even provisorisch de deur dicht doen. In het wagentje heb ik bij me. Hier lieve Billy. En hier. Hé hey, jongen, staat de allerliefste Nuttert. Dat is onze knappe Billy. We zijn nu een aantal jaar op ponykamp geweest in Stroe. Nu gaan we dat een paar dorpjes verder doen in de plaats Nunspeet. Een aantal maanden geleden ben ik met Just alvast het boswezen verkennen in Nunspeet. Maar zoals jullie weten is Just op het moment een beetje in de lappenmat. Daarom neem ik op dit moment de goedgekeurde Friese dekhengst Nuttert van Dijkmania staat mee. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen en zeker samen met alle manegeponies. Daar ben ik weer. Ik moet jullie echt zeggen, ik ben echt dol verrast. Ik ben echt wel heel blij. Nuttert is mee geweest. Ik heb vandaag eventjes voor de zekerheid niet de camera meegenomen. Omdat ik dacht, ik ken hem niet in het bos met andere ponies, andere paarden. Uiteindelijk heb ik wel stukjes gefilmd met mijn telefoon. Die komen er nu aan. Hij heeft zich echt fantastisch gedragen. En wat wel heel fijn aan hem was, hij liep vooraan in de groep. En als hij het idee had dat een pony van achter hem een beetje in wilde halen, dan ging hij eigenlijk gewoon ervoor lopen. Dus hij zorgt er ook super goed voor dat de ponies niet voorbij hem kunnen komen. En dan ben ik ondertussen in de stal bij deze enorm knappe jongen. Daar is hij. Hé jongen. Ik ben vanmorgen met Nuttert op buitenrit geweest met de groep. En vanavond mag Nuttert lekker in de paddock staan. Ik blijf er op dit moment wel bij, want Nuttert is wel een hengst. Dus ik moet hem wel eventjes goed in de gaten houden. Laatste maaltje voor deze dag. Het was buiten een beetje donker. Maar ik heb hem even lekker afgespoeld. Zijn beentjes even goed gewassen. Want met de vriezen met de sokken wil ik natuurlijk niet dat daar een rotzooi of modder in blijft zitten. En ik heb hem lekker een hapje gegeven. Lekker grasmix luzerne. Met magnesium voor zijn spiertjes erbij. Want het is natuurlijk toch dingen die hij niet dagelijks doet. En elektrolyten erbij. Om te zorgen dat als hij zweet dat zijn vitamine en mineralen weer worden aangesterkt. Nou, ik ga hem nu even lekker met rust laten. Hij is lekker aan het eten. Dag 2. Ik ga nu even naar het wagentje lopen. Om een droog dekje voor Nuttert te pakken. Ik ben zelf vandaag in het roze en wit en blauw. Dus ik moet even kijken of ik een dekje heb in die kleur. Even kijken. Oh ja, hier. Dus ik denk dat ik het witte dekje meeneem. Want ik heb ook nog zwart, grijs en panter. Voordat we het bos ingaan, zorg ik dat Nuttert goed ingespreid is met vliegenspray. Zeker op het moment dat het paard wat gaat zweten en het is warm, dan trekt de geur van het paard insecten aan. Zoals je ziet doe ik de vliegenspray op het moment dat hij het zadel al om heeft. Om te zorgen dat niet de vliegenspray onder het zadel kan gaan irriteren. In de staart doe ik ook vliegenspray, dat op het moment dat hij gaat zwiepen met zijn staart, daar ook nog wat extra vliegenspray uitkomt. Nuttert is opgezadeld, we zijn er klaar voor. Ik ga nu buiten opstappen. En dan zie ik jullie weer vanaf Nuttert zijn rug. Hallo, hier vanaf Nuttert zijn rug. Het gaat echt heerlijk. Even wennen in het nieuwe bos. Ik heb de groep bij me. Hoop meiden van mijn groepsles van de zaterdagochtend. Zoe met Toby. Hebben we nog iemand anders bij ons? Wij hebben weer een heerlijke rit gehad. En ik krijg al telefoontjes. We zijn bijna thuis. We zijn nu lekker aan het uitstappen. Laatst hebben we nog een lekker stukje galop gedaan. Dus de meiden zijn nu ook, hoop ik, allemaal voldaan. En Nuttert was weer voortreffelijk. We zijn thuis. Nuttertje staat lekker in de stal.
buitenrit, dag 4. Ik zit weer op Nuttert, we zitten even in de bak. Gaan we eventjes twee handen aan het stuur om te zorgen dat alle kinderen erop zitten. Zijn jullie er klaar voor? Ja! Mooi, daar gaan we! Maar dat komt denk ik omdat ik allemaal wandelpaden neem. Oh, overhangende tak, Nuttert. Lekker bezig, Tessa. Ja. Vandaag is het vrijdag, dus dat betekent de laatste dag. Het begint een klein beetje te miseren. Ik ben niet van plan om een heel groot rondje te rijden, maar ik hoop wel. Was dit nou 47? We zijn gisteren, denk ik, 2,5 uur op zoek geweest naar de kamelen en de zebra die we de eerste dag wilden vinden. Maar daar hebben we lang over gedaan. Ik kon het niet vinden. Dus mijn doel van vandaag is om die te vinden. Als het goed is, weet ik op de kaart waar ze zijn. We gaan ook weer over de zandvlakte. Ik heb er zin in. Even met z'n allen schuilen onder de tunnel. We zitten in de wagen en Nuttert en Willy staan weer lief. Er schijnt enorm veel file te zijn onderweg, dus we hebben echt wel even een tijdje hier gewacht. Maar volgens mij als we via Amsterdam rijden, dan gaat het helemaal goed komen. Want over Utrecht hebben we 3 uur file en dat heb ik natuurlijk liever niet met de paarden achterin. De manegeponies hebben wel een mooie omroute gevonden, dus die zijn al lang thuis. Die zijn helemaal veilig thuis gekomen. Dus er zit nog maar één taak op en dat is dat wij thuis gaan komen. Op stal. Nou, de terugreis ging echt heel goed. Dit was het einde van Ponykamp 2021.